Ik wil het even met jullie hebben over de verkiezingen. We hebben natuurlijk net de provinciale statenverkiezingen gehad en de opkomst was 8% hoger. En natuurlijk claim ik daar de credits voor. Kijk! Normaal gesproken is het smeken voor een applausje, maar nu hadden ze meteen... Ja, je krijgt ze ook, je krijgt ze ook. Daar mogen we best trots op zijn. Maar nou hebben nog steeds veel mensen het gevoel van, waarom zou ik nog stemmen? Kijk, ik dacht vroeger ook zo. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat we allemaal moeten stemmen. Het is de enige manier om verandering teweeg te brengen. En nu zijn op 23 mei de Europese verkiezingen. Klinkt weer saai en zo, weet je wel. En de opkomst van de vorige verkiezingen in 2014 was 37%. Echt, als je een scheet laat, is de opkomst al hoger, weet je wel, om te ruiken. Nee, maar het is echt niks, 37%. Een bijzonder laag voor iets wat eigenlijk een hele belangrijke verkiezing is. Want in Europa worden er juist veel beslissingen genomen, als het niet alle beslissingen is voor ons. En als wij daar niet de juiste mensen neerzetten, dan gaat het natuurlijk fout. En wie is momenteel de grootste partij voor Nederland in Europa? Geloof het of niet, is D66. Dat is natuurlijk echt absurd. Dat is totaal geen afspiegeling van wat de meerderheid van Nederland vindt. Het is natuurlijk een beetje schande, 37%. We moeten gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Maar waarom is die opkomst dan zo laag? Ja, het helpt natuurlijk niet als onze premier, onze leider, de heer Mark Rutte, dit soort dingen uitkraamt. Heeft u enig idee hoe dit kan uitpakken? Europese verkiezingen? Ja. Ja, die vind ik niet zo relevant, want die gaan over een orgaan, het Europees Parlement, wat natuurlijk een functie heeft in Europa. Maar veel belangrijker zijn, wat gebeurt er dadelijk nationaal in Duitsland? Bij nationale verkiezingen, want daar ligt de echte macht. Ja, dit, dames en heren, is een soort van stemonderdrukking. En doorgaans is dat een techniek die gebruikt wordt door politici als ze niet willen dat wij als volk naar de stembus gaan, omdat ze eigenlijk vinden ze het wel prima, de situatie zoals die nu is, en die mag blijven zoals die nu is. Met andere woorden, zoals Rutte zegt, Duitsland en Frankrijk bepalen alles, ik vind het prima. En hij doet er nog een schepje bovenop. De stemmers gaan wel nu een oordeel geven natuurlijk uiteindelijk over hoe ze over ja, de wereldproblemen denken. De opkomst is dan weer zo laag dat de vraag is, hoe representatief is dat nou echt? Ja, de opkomst is dus zo laag, dus het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, in alle eerlijkheid, hij heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken. Het is eigenlijk gewoon voor het feit dat hij eindelijk eens de waarheid vertelde, hoe hij echt dacht. Dat heeft hij nog nooit eerder gedaan. Maar laat mij jullie maar eens even de echte waarheid vertellen. Die Europese verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan al die andere verkiezingen bij elkaar. In Europa worden beslissingen genomen door een groep mensen die wij niet kennen, waar we allemaal niet voor gekozen hebben, maar die wel gigantisch veel invloed hebben op ons leven. Als wij niet namens Nederland mensen daartussen zetten waarvan wij vinden dat ze onze belangen op de juiste manier verdedigen, ja, dan kunnen we wel blijven stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Maar Europa bepaalt echt het beleid. En het beleid wordt bepaald door dit soort mensen. De Belg Guy Verhofstadt. Heel invloedrijk in Brussel. Maar vertegenwoordigt deze man het geluid waar wij in Nederland achter staan? And that is the real problem, colleagues. Why there is such a problem in this crisis? Because member states are reluctant to transfer new sovereignty and powers to the European Union. And we all know that the only way out of this crisis is a new transfer of powers to the European Union and to the European institutions. Poeh. En dan nog een hele invloedrijke man. Deze man is niet aanspreekbaar na de lunch. Hij heet Jean-Claude Juncker de Drunker. De leiders die policy en beleid bepalen voor ons in Nederland. Maar wat kost dat allemaal daar wat ze aan het doen zijn in Brussel? Nou, dit zijn de kosten. Het is 2 miljard per jaar. Kijk, het loopt ieder jaar op. Ja, het wordt alleen maar duurder. Gaat op aan reisjes, salarissen, prostituees, allemaal dat soort dingen, weet je wel. Lunches voor Juncker de Drunkard. En het is niet eens die 2 miljard die zo belangrijk is, maar de beslissingen die daar genomen worden gaan om veel meer geld. En het gaat om ons belastinggeld. Laten we dan eens kijken naar een paar van die beslissingen van de Europese Unie. We beginnen met een relatief klein bedrag, 140.000 euro van ons belastinggeld. Daar besloot de EU te geven aan een Hongaars bedrijf. Want die had het idee voor een fitnesscentrum voor honden. Kijk, ik zweer je serieus, die stond op een loopband en weet ik veel wat allemaal met gewichten. Maar goed, die kregen dus 140.000 euro. Maar het zal jullie allemaal niet verbazen dat dat hondenfitnesscentrum er nooit van is gekomen en van die organisatie is nooit meer iets vernomen.
Dan een ander, iets substantiëler bedrag. In Bulgarije. Daar wilden ze een oud kasteel opknappen om het toerisme daar een boost te geven. Vanuit de EU ging er 90 miljoen euro van ons belastinggeld naar dit project. Kijk, zo zag het er eerst uit. Een kasteel achter iets, ik weet niet precies. Wilden ze opknappen, dit ziet er ook zo uit. Dus ze hebben er miljoenen euro's tegenaan gegooid en nu ziet het er zo uit. Dit is wat ze ervan gemaakt hebben. Ja, daar komt natuurlijk geen hond op af. Ik ga door. Tientallen miljarden van ons belastinggeld is naar Polen gegaan voor de infrastructuur. Waaronder door het hele land plaatsen van geluidsschermen. Laten we eens kijken hoe dat uitgepakt heeft. De A2 in Polen, de nieuwe snelweg van Warschau naar Poznan. Tientallen kilometers geluidsschermen. En in heel Polen zijn het honderden kilometers. Hoge, dure geluidsschermen, betaald met subsidie van de Europese Unie. Als we stilstaan, zien we dat er achter die 6 meter hoge geluidsmuren geen stad of woonwijk ligt, maar een verlaten landschap. Ongelooflijk. Wat een geldverspilling. En dan, ik ga door. Ik kan echt een uur vullen met voorbeelden. Maar hier Hongarije. Daar heeft leider Viktor Orbán in zijn geboortedorpje, genaamd Felskut. Volgens mij spreek je het zo uit. Felslul, ik weet het niet. Maar in ieder geval. Een dorpje met een kleine 1700 inwoners. Daar hebben ze na met ons belastinggeld een treinverbinding laten aanleggen. Kijk, dit is de trein. Dus 2 miljoen euro, wederom, van ons belastinggeld, daar komt-ie. De verwachting was dat er dagelijks 7000 mensen gebruik van zouden maken. Ja, jullie vinden dat wel grappig, maar inmiddels is nu bekend dat het aantal mensen dat dagelijks gebruik maakt van de treinverbinding niet 7000 is, maar 30 mensen per dag. 2 miljoen gedeeld door 30. Dat grapje heeft dus bijna 70.000 euro per passagier gekost. We hadden van dat geld van gewoon de helft kunnen geven aan die mensen, aan die 30 mensen. En hadden ze gewoon voor de rest van hun leven een Uber kunnen nemen. Dat is een betere oplossing. Nou, Viktor Orbán had nog een leuk plan. Hetzelfde dorp, zijn geboortedorp, had nog een leuk idee. Een nieuw voetbalstadion. Grotendeels bekostigd door de EU met ons belastinggeld. Het biedt plaats aan 3700 man. Prachtig stadion, kijk eens. Het probleem is, als je nog kan herinneren, er wonen in dat dorp maar 1700 mensen. Dat stadion is altijd leeg. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Slowakije. Daar pakken ze het wat dat betreft wel beter aan. Daar kan Viktor Orbán nog een puntje aan zuigen. Daar combineren ze gewoon voetbal en een treinspoor gewoon. Dat is heel slim. Heb je ook zoiets gezien? Maar goed, politici als Mark Rutte die hebben natuurlijk het belang van Nederland al lange tijd geleden opgeofferd voor het grote belang van Europa. Het is wat hun betreft al een gelopen zaak. En daarom zegt hij natuurlijk... Europese verkiezingen? Ja. Ja, die vind ik niet zo relevant. Maar goed, ze kunnen dat wel denken. Maar het is niet hoe de meerderheid van Europa er volgens mij tegenwoordig over nadenkt. Kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk. De eerste kans die ze krijgen om de EU uit te gaan, ze gaan er meteen voor. En politici weten dit volgens mij. Daarom blijven ze uitstralen. Oh, het is niet belangrijk, het heeft allemaal niet zoveel invloed. Opkomst is dus laag. Dat is wel begrijpelijk, ze willen het zo houden. En zo word je als volk langzaam in slaap gesust. Maar ik zeg dat het belangrijk is dat we nu wakker worden. Die Europese verkiezingen zijn nu belangrijker dan ooit. En de vraag die je eigenlijk moet stellen is... vind je het allemaal wel goed gaan wat er gebeurt in Brussel? Nou, dan stem je toch niet. Maar als je het niet goed wilt gaan en je vindt dat er wat moet veranderen... ga dan stemmen. Er is maar één manier om dat te beïnvloeden. Of je nou links of rechts bent of het midden, maakt niet uit. Stemmen op 23 mei. Zo, ik heb het gezegd.